Het doel van het Europese project Heat Inside is om een warmtebatterij te beproeven in het energiesysteem van een huis. Dit om de Europese doelstellingen te behalen om aardgasvrije woningen te kunnen verwarmen. Dit doen we samen met 14 partners vanuit de industrie en de universiteiten. En deze woning is een van de drie woningen van een van de drie demonstraties die we gaan laten zien binnen Europa. Een andere demo zou komen te staan in Frankrijk en eentje nog in Polen. De berging in de achtertuin bevat het warmtesysteem voor de complete woning. De panelen op het dak en de wanden hebben een speciale coating die warmte wint uit zonlicht. Deze warmteberging voorziet de woning van verwarming en warm water. Via ondergronds geïsoleerde leidingen is de berging verbonden met het warmtesysteem in de woning. De begaande grond heeft vloerverwarming. Kamers op de andere verdiepingen worden verwarmd door middel van convectoren. In de badkamer is een infraroodpaneel gemonteerd. Een hotfield boiler zorgt ervoor dat het water direct de gewenste temperatuur heeft. In de woonkamer hangt een lokale WTW-unit die warmte onttrekt aan geventileerde lucht. En in de slaapkamer zitten reguliere ventilatieroosters in de kozijn. Op het dak van de woning liggen 12 PV-panelen. We verwachten dat deze panelen in combinatie met de warmtewindberging de complete woning van energie voorzien. Laten we eens binnenkijken in de warmteschuur, of de heat shed in Engels. Daarin staan de twee belangrijkste componenten van het systeem. Eén is een commercieel beschikbare warmtepomp. Dit is een water-waterpomp. En het tweede deel is de nieuwe technologie die we hebben ontwikkeld binnen Heat Inside, de warmtebatterij. De warmtebatterij bestaat uit 20 boksen gevuld met zout. Daarmee kunnen we zowel warmte opslaan en naar de rand ook weer terugkrijgen voor het huis. Dit is verder een modulair systeem. We hebben voor dit huis gekozen voor 20 boksen. Dit komt overeen met 60 kWh. En we kunnen dat uitbreiden met meer boksen voor meer capaciteit. Door het zout in de boksen te drogen met het overschot aan warmte wat we hebben, kunnen we die warmte opslaan. En als we het zout weer bevochtigen, komt deze warmte vrij voor gebruik in het huis als warm tapwater of als verwarming. Verder bestaat de batterij uit een deel warmtewisselaars waarmee we de warmte uit de batterij kunnen koppelen aan het warmtesysteem van het huis. In dit demohuis gebruiken we de warmtebatterij om de warmtepomp te ondersteunen, die heet water levert en verwarming, op momenten van lage performance. Denk bijvoorbeeld aan bewolkte winterdagen, wanneer de zon weinig schijnt en de zonnepanelen dus weinig energie kunnen opleveren en daardoor het rendement van de warmtepomp lager is. Of op het moment dat er een hoge temperatuurvraag is en de batterij kan bijspringen om deze vraag te helpen beantwoorden. Om de batterij goed te kunnen gebruiken moeten we deze opladen. Hiervoor hebben we energie nodig. Deze kunnen we bijvoorbeeld halen uit onze zonnepanelen op momenten dat de zon erg hard schijnt en het erg warm is. Op dat punt heb je de energie waarschijnlijk niet nodig in je huis en kunnen we deze opslaan in het zout van onze batterij. Deze energie kan hier blijven zitten totdat we hem nodig hebben en op dat punt kunnen we het zout bevochtigen, hydrateren en daarmee de energie direct naar het huis brengen. Het uiteindelijke doel is om de warmtebatterij in verschillende klimaten en energiesystemen in de verschillende landen te demonstreren. Het komende jaar zullen we de verschillende demonstratiewoningen monitoren om de prestaties te kunnen vergelijken.